Joël, ruim een week bij de Haagse Club ADO. Hoe bevalt het? Ja, voor mij bevalt het eigenlijk zeer goed. Het begint natuurlijk wel eens even wennen. Je komt van een andere club, maar nee, prima. Ik las dat je vader erg enthousiast was dat ADO je nieuwe club is geworden. Vandaar die belangstelling van je vader voor ADO. Ja, zeker. Hij is een geboren en getogen Haagenees. Dus die is heel erg blij dat ik hier ben. Dan kom je bij een nieuwe club. Je hebt een voorgeschiedenis ooit begonnen in de jeugd bij Feyenoord. Dordrecht heb je nog gezeten. Weer terug naar Excelsior. Want Excelsior is ook met name de club die jou erg graag wil hebben voor het komende seizoen. En dat is toch een stapje hoger als ADO. Ja, zeker. Zeker. Daar ook gesprekken mee gehad en gesprekken met ADO gehad. En ja, uiteindelijk toch voor ADO gekozen. Mijn gevoel daar iets beter bij was. Ik ken de trainer ook. Ja, het plaatje klopte voor mij. Dus vandaar ook de keuze voor ADO. Want je kent de club Excelsior natuurlijk. Ik heb even de cijfers nagekeken. Je hebt 74 wedstrijden daar gespeeld. Tenminste op het wedstrijdformulier, laat ik het zo zeggen. 25 doelpunten en 22 assists. Dan kun je mee thuiskomen. Ja, zeker. Zeker, zeker. Ja, ik heb wel aardig gedaan in de KKD. Nu kom ik ook uit Duitsland. Dus ja, voor mij eigenlijk weer op oud terrein. En ik ben klaar voor de competitie. Jaartje Rekensboer, daar had je ongetwijfeld meer van verwacht. Je hebt daar 2 doelpunten gescoord. En je kwam denk ik aan ongeveer 600 speelminuten over 24 wedstrijden gerekend. Ja, dat is natuurlijk niet al te veel. Wat is daar precies niet goed gegaan? Had het te maken met een trainingswissel wellicht of andere oorzaken? Ja, ik vind dat eerlijk gezegd lastig om te zeggen. Je krijgt bepaalde signalen van een trainer en hij maakt zijn eigen keuzes. Ja, en daar moet je gewoon mee omgaan, daar moet je mee dealen en accepteren. En vervolgens gewoon doen wat je moet doen op een training en erin komen met de minuten die je krijgt. En het daarmee doen. Ja, en dat is wat ik afgelopen seizoen heb gedaan. En dan is het jammer dat het zo weinig is geworden. Uiteindelijk beland je dan voor een jaar in ieder geval sowieso bij Adelaar. Wellicht nog met een koopoptie dat die gelicht gaat worden in de toekomst. Dan heb je gesprek met de trainer. Wat wordt jou dan met name duidelijk gemaakt waar je op moet richten qua positie? Oh, ik ben gehaald voor de buitenkant. Om natuurlijk onze monsterspits te bedienen. Ik ben voor origine ook een linksbuiten eigenlijk. Ja, de afgelopen jaren wel aan de spits gespeeld. In het tweespitsensysteem af en toe alleen. Maar voor origine ben ik een linksbuiten. En dat is waar ik me nu ook op focus. Maar goed, als Thomas onverhoopt door blessures of door schorsingen wegvalt, ben jij de aangewezen man om die positie in te vullen? Zeker, ik kan overal voorin spelen, links, rechts, buiten, spits. Tweespitssysteem maakt voor mij niet uit. Dat is voor de trainer ook fijn, denk ik, met een multifunctionele speler. Wat is jouw sterke punt van jezelf, als je het over jezelf mag zeggen? Ik ben een sterke speler, een snelle speler. Spelen met een goed schot, kan een actie maken, een goede voorzet, kan doelpunten maken. En het mijn tegenstander echt lastig maken. Er zijn nu 3 spelers, zover ik weet, met een Feyenoord verleden. Weerman, jij en dan Denzel Hall, waarvan vandaag bekend geworden is dat hij erbij gaat komen. Klopt. In hoeverre ken je die jongens goed? Goed. Jordi Weerman, lang mee samen gespeeld, samen Youth League gespeeld. Denzel Hall, ook meegespeeld, maar iets minder dan met Jordi Weerman. Maar Denzel Hall is gewoon een goede back, goede speler, krachtig. Snel. Gewoon een taaie bek. Ja. 3 Rotterdammers met een Rotterdamse achtergrond in de Haagse omgeving. Hoe bevalt het qua humor bij de Haagse club? Goed, goed, goed. Ik heb het van mijn vader. Vader Haagenees, dus voor mij is het niet zo moeilijk om hier te zijn. Ja, voor mij is het prima. Top. Doelstelling voor jou persoonlijk? Persoonlijk? Ja, ik wil sowieso dubbele cijfers halen. Ik denk dat dat zeker wel kan, ook met de boys die ik achter me heb staan. De spits die ik al voorin heb lopen, dus ik denk dat het zeker wel haalbaar moet zijn. Nou, wat dat betreft heb je afgelopen vrijdag tegen Bever al je visiekaartje afgegeven natuurlijk. Met die actie op links en een strakke voorzet op Amar. Ja, zeker. Dat moeten we meer gaan zien, hè? Ja, absoluut. Ik moet wel en dan liefst met publiek erbij. Ja, absoluut, absoluut. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik heb vorig jaar niet heel veel gespeeld natuurlijk, wel minuten gemaakt, maar als even weer ook weer in het wedstrijdritme komen, we even dat opdoen en dan moet dat wel goed komen. Dirk, hoe staat ADO op dit moment voor in jouw optiek? We staan er heel goed voor. We hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt, goede trainingen gehad, daarin sterker geworden fysiek als groep.
hebben we een aantal goede, serieuze wedstrijden kunnen spelen. Morgen hebben we, overmorgen hebben we nog een laatste testcase. En dan gaan we beginnen, waar we met z'n allen heel erg naar uitkijken. Maar de groep oogt fit, is fit, straalt energie uit. En ja, dat geeft ook wel weer aan hoeveel jongens er vandaag op het veld stonden. Er is eigenlijk niemand geblesseerd meer op dit moment. Dan lag de voorbereiding al geruime tijd vast natuurlijk. Dus daar heb je als nieuwe trainer niet al te veel invloed meer op. Had je het anders gewild? Nee, ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden over de voorbereiding. We hebben eigenlijk alle facetten kunnen trainen. We hebben verschillende tegenstanders hebben we ontmoet. Bijvoorbeeld een jong PSV wat jeugdig en talentvol en kwalitatief goed is. Maar ook bijvoorbeeld Beveren wat fysiek sterker is en een buitenlandse ploeg. We hebben een uitwedstrijd kunnen simuleren, want ja, we spelen ook de helft van onze wedstrijden uit. We hebben een wedstrijd zelfs op kunstgras gehad tegen Laakkwartier. Nou, we spelen volgende week ook op kunstgras. Dus we hebben ons op alle mogelijke manieren kunnen voorbereiden. Dus ik ben heel erg tevreden hoe we dat toch wel in een kort tijdbestek in elkaar hebben gezet. Vandaag is bekend geworden officieel dat Denzel Hall erbij komt als optie voor de rechterkant. Wat dat betreft wordt het echt een kippenhok. Zoveel mensen bij elkaar die elkaar echt gaan beconcurreren. Ja, nou, dat is wat we wilden. Wat ik wel vaker aangegeven heb. Ik wil eigenlijk iedere positie dubbel bezet hebben. Nou, dat betekent dat je met 20 veldspelers komt te werken en ik wil graag met 4 keepers werken. Maar daarnaast zijn er ook een aantal jongens die van onder 21 echt op de deur hebben geklopt. Dus die wil ik zeker ook de ruimte geven om zich door te kunnen ontwikkelen. En ik ben heel erg tevreden over deze selectie. En wat mij betreft kunnen we beginnen aan de competitie. Ik had net Joël Swartz voor de microfoon. Dat is natuurlijk een speler aan de linker spits. Waar die goed uit de voet kan, zegt hij zelf. En als backup voor Thomas Verheid. Daar richt hij zich ook met name op die twee posities. Ja, ik denk dat, dat de kracht van dit elftal is dat we verschillende wapens hebben. Joël kan wat mij betreft op elke positie voorin. Dus dat is altijd fijn voor een trainer dat je met een speler meerdere kanten op kan. En dat geldt eigenlijk voor meerdere spelers in deze selectie. Dus ook Joël is gewoon een goede versterking voor ons en heeft een kwaliteit die we eigenlijk nog niet hadden in het team. Zou je kunnen stellen dat je pas bij wijze van spreken begin september de formatie hebt die je dan al in x aantal weken in een bepaalde formatie hebt laten voetballen, dat het dan meer aan elkaar gaat wennen? Of zeg je van nee, de eerste wedstrijd moet worden staan, sowieso natuurlijk, maar dan kan je nog niet verwachten dat alles van een leien dakje gaat. Nou, ik heb vanmorgen een training 11 tegen 11 gezien waar ik al heel veel automatismes naar voren zie komen. En wat ik de spelers ook heb aangegeven, ik werk met een grotere groep. Dus ik denk niet in een basiself, maar meer in een team. Maar wat ik al zei, 20 spelers, waarin een grote groep jongens echt de kans maakt om veelvuldig te spelen. En wat ik zeg, ik ben heel erg tevreden over waar het team nu staat. En een elftal ontwikkelt zich eigenlijk altijd door. Dus elke wedstrijd, elke training proberen we met elkaar beter te worden. En tot nu toe werkt dat heel goed. In het weekend nog een oefenwedstrijd, daarna op zondag nu de open dag. Is dat ook iets waar je op verheugt? Nou, het is goed om de fans te kunnen ontmoeten. We weten natuurlijk allemaal wat er afgelopen, de laatste wedstrijd met ADO is gebeurd. Dat heeft ons ook wel in de voorbereiding parten gespeeld. Dat het niet altijd even makkelijk was om wedstrijden voor ons publiek te spelen. En ons publiek, daarmee noem ik de 15.000 fantastische supporters die ik ook gezien heb de laatste wedstrijd. En natuurlijk niet de mensen die het, een kleinere groep die het verstierd hebben, zeg maar. Dus die mensen, die hoop ik morgen of zondag inderdaad te zien. En die hebben wij ook nodig om ons doel te bereiken. We hebben een goed elftal. Maar wij zoeken natuurlijk wel de samenwerking met het publiek, waarin we hopelijk een onverslaanbaar team worden samen.